Yeah, success, boys. Keep it clean, keep it clean. Tering, Jantje, die BMW en die Mercedes, allebei. Ja, wat denk je van die Ferrari, vriend? Nee. Oh, je wat is music? Oh. Wat je doen? Aan de binnenkant dan. Kut. Is het daar zitten, jong? Nee. Ja, die is nice, hè? Godzijdank, dat had ik echt niet meer verwacht. Oh, sorry. Ah, pak die maar terug. Ja, waar ben je? Oh nee. Ja, niks, laat maar. Rijd maar door. Ik heb hier geen goed zien. Nee, rijd maar door. Weet je zeker? Ja, ik weet het zeker, ja. Als je aanhaakt, dan geef ik je wel... Ja, maakt niet uit, rijd maar door. Oh, nou, never mind, ik ben ook helemaal naar de kloten. Fucking hell. Sorry, kon je dat niet meer ontwijken. Wil je geen zand in mijn gezicht gooien? Wat zei je? Wil je geen zand gooien met je auto stil? Bandjes zijn even opgewarmd nu. Zippy, heb je de derde plaats weer terug? Nou, nog niet helemaal. Nee, kijk maar. Heb je vierde plaats weer terug? Ah, dan kijk je de derde plaats weer terug niet. Vond het toch een beetje zielig. Vond je het ook zielig van mij? Nee, voor jou vond ik gewoon gerechtigheid. Ik zag een tyfus-shirt achter jullie. Ja, ik zag ook de tyfus, godzijdank. Het speelt me niet of.
Ja, die band had ik daar ook met u. Ja. Eindelijk. Mag ik wel. Dat was niet veel. Deze blijft goed. Dat is gek. Ik heb je eindelijk uit mijn schipschiet gereden, dus dan kan je ook stoppen met brandstof sparen tenminste. Het is gratis liften steeds. Ik heb eigenlijk 10 seconden korter pitten. Oh, ik had toch gewoon een touwtje op je auto. Zo voelde ze wel. Ik rem te vroeg daar, is toch kut. Die auto. Ja. Nog wel bijna te weten. Hoor. Check. Ja, ging helemaal lekker. Dat is niet helemaal. Dat is wel erg wijd. Ik weet niet meer waar je zag. Nog heb je precies baan. Was het gaat nog naar achteren, weet je? Wat? Was het gaat naar achteren nou? Ik versta er helemaal niets van. 11. 11 seconden wat is. Ja, ja. Wat gebeurt er nu? Doe maar. Ik heb geen input meer. Ah, dat meent je niet. Dat is kut. Ik kan niks niet meer doen. Ik kan niet meer schakelen, niks. Ja, ik moet stoppen. Dat is kut. Ik kan me aan de kant zitten. Ik sta rechts. Ja, ik kan er niet uit. Doe maar.
shit. Ik kan niks meer doen. Ja, wacht. Dat is mijn stuurtje. Ik heb dat nog eens gehad. Kan je niet loskoppelen en weer aansluiten snel? Nou ja, even checken de ruitje erin. Het autodrive staat aan, dus... Ja, ik ga niks doen. Nee, maar zet hem even op pauze met je controller. En doe hem opnieuw aansluiten. Ja, oké. Okay. Op uitrijden met je controller. Wow, heb je ook een enorme lag? Nee. Ja, ik wel, nu schiet er gewoon een auto door. Ja, iemand schoot. Er verscheen letterlijk net ineens een auto midden op de baan. What the fuck? Wat? Vanuit het niets. Alvis. Maar Alvis, hoezo doe je niet gewoon opnieuw aansluiten? Hij is hier ook uit een voice. Volgens mij had hij er geen zin meer in. Ik denk het ook niet. Dat zijn altijd die voor je neus kan, denk ik. Volgende week beter dan. Mm-hmm. Ah, als je wat kosten van de baan gereden heeft. Wat zeg je? Het is gewoon omdat jij hem van de baan gereden hebt. Oh, dat is gewoon payback van vorige week, hoor. Jezus. Vorige week was het jouw schuld, of niet? Nee, absoluut niet. Ja, ik heb het op video staan. Het is een halfvis. Dus je kan het kijken, dus... Ja... Maar ik heb een getuigenis van de heer Halfvis. Die zei dat het jouw schuld was, dus... Ja, het is wel opvallend altijd als een halfvis in een ongeluk zit. Het is nooit zijn schuld. Daar ken ik er meer van. Zou die ooit een echt ongeluk hebben gehad, of niet? Wie, Halfvis? Ja, dat hij echt ongeluk heeft gehad, iemand voor heeft geteerbound, alsof diegene de schuld heeft gegeven ofzo. Ja, dat gebeurde bij F1 toen een keer. Anders werkt het ook gewoon met de Belgische weg, of niet? Wellicht. Degene die het had geschreeuwd is heeft geen schuld. Ja. Nou, die als eerste weg kan rijden, want het laatste ligt. Sta je dan met je kapotte auto, godverdomme, ik ben schuld. Nou, hoe kan dat nu? We zijn niet op akkoord in, toch? Ja, zeker wel. Ja. Daarom, ik zeg ook niks waar ik niet achter sta. Wat daar vandaan is die? Ja, mooie drift. Ik rijd niet in Tokio, maar... Kijk, heel eerlijk, ik rijd ook nu gewoon 25 rondjes in niemands land. Want degene voor me rijdt 30 seconden voor me en degene achter me rijdt 20 seconden achter me, dus ja. Even aansluiten, Bles, je hoort het. Ja, dat gaat lopen alleen maar op, hoor. Ja, snap ik. Ik heb echt de hele tijd geen force feedback. Ik heb ook wel op. Dat is wel mooi dat iedereen altijd gezeik heeft met stuurtjes. En dan zit ik lekker aan mijn controller die gewoon werkt. Hallo, ik heb geen gezeik. Ik heb ook geen gezeik. Ik ook niet. Ik heb gezeik met mijn playseat. Dan schieten de pedalen nog wel eens los. Ja, maar dat is nog nooit gebeurd tijdens een race. Alleen bij Spa. Ja, maar alleen de sprintrace bij Spa altijd, ja. Wacht maar tot je voeding er dadelijk uitklapt van je stuurtje. Oeh, ja, met je duct tape. Ja, nou, hij doet het nog steeds. Ik krijg hoog uit controle drift, maar... Ja, het drift daarom. Dat is heel leuk. Ik denk dat je hier niemand gaat overtuigen dat met controller racen vetter is, man. Nee. Nee, dat zeker niet. Ik hoop dat je langzamer bent met het stuur. Zeker weten. Dan ben je met controller. Mensen die erbij waren bij het GT-event. Ik kan het balen. Ja, dat was even moeilijk om maar te kijken. Ja. Dat was heel erg goed. Je ziet geen polo, ja. Je kunt beter stuken. Echt beschaafd. Ja, maar wel, het verschil tussen PS4 en PS5 controller is echt al gigantisch. Met een stuur precies goed gewoon. Dat is echt zeg maar een stuurtje met en zonder force feedback ongeveer. Hoe weet jij dat nou? Iedere keer volg, ja. Ja. Ik had vroeger zo'n goedkoop stuurtje.
En we lopen niet zo hard. Ja, oeh, 1 seconde zelfs. Tering, hè. Terwijl je er echt een halve tiende mee gewonnen hebt of zo. Dat weet ik nog niet. Ik heb jouw vader direct niet echt gegeven. Het is 2 tiende. Same. We beginnen nu voor het eerst ook te verliezen ten opzichte van City World. Nou hè. Ik zit op 13.5 in de moment. We hebben een band overeind houden. Dat wil niet gelukkig. Wordt leuk hier. En de middenbak naar links. Nou, jij hebt veel plezier met stilstaan. Heel goed, Christen. Oeh, toch beter dan een brandstof gespannen. Tenminste. Ik heb daar even mee gezeten. Ja, toch gewoon volle 2% beter, inderdaad. Uitrijden. De bal zal. In de hand van proces. Ja, nee. Had je hem al niet beter, denk ik wel. Per ongeluk. Tenminste, per ongeluk wel bijgetankt. Genoeg voor deze stream. Even een competitie in het kampioenschap van de baan rijden hiervoor. Ik zou niet te dicht in de buurt komen. Kees, ga. Dat is allemaal de andere hebben. Even hier loopt mijn auto harder dan tijdens het oefenen. De temperatuur waarschijnlijk beter als zo. Jij presteert gewoon op. Heel goed onder druk. Ik hoefde niet op te schakelen naar z'n 6 aan het einde van het lange rechte stuk, maar nu wel.
heb last van concentratieverlies. Ja, ik heb ook wel een beetje last van. Concentratieverlies. Dat is een ding wat je op kamp leert. Oh. Wow. En die komt op YouTube. Altijd die Limburgers, hè? Oh, ja. Gelukkig zal iedereen mijn opmerkingen vergeten. Dat is ook wel een goeie. Het zijn ook halve Duitsers, dus... Ja, alleen Duitsers zien een video van een uur lang op GT. Denk ik, oh, ik ga het even kijken. Ja. Dan een uur aan kijken hoe iemand niks mee. Wow. Ik ga even... Shit. Dan zijn ze nog helemaal boos op je, want ze hebben dus niet gewoest. Ik denk dat mijn kamp toch lukken was. Je mag niet om je eigen grappen lachen, hè? Nee. Hey. Dat is nog erger dan Hitler grapjes maken. Comedian Robin Williams die heeft zo'n grapje over Duitsers. Dat de reden waarom de Duitsers geen humor hebben, die zegt van you ever think you killed all the funny people. Jij zit op softs toch? Nee, nog niet meer. Je zal deze video niet meer op YouTube komen. Hmm. Kijk hoe snel we Koos geband krijgen. Ja, precies. Eerst ontslagen en nu de inkomsten stroom. Ik zeggen. Ik heb het hard nodig, eerst jongens. Eerst Game Kings, dan YouTube. Kijk hoe... Straks Twitch even aanpakken. Daarom streamt hij alleen maar in de middag tegenwoordig. Ja, ja, ja. Niet veilig content. Veilig content. Precies. Eindelijk een beetje brandstof sparen, ga je naar binnen. Yep. Ah, één rondje hebben we, boy. Wat zei? Kom nog een keer. Dan breng ik deze keer de buitenkant. Je handen zijn nog steeds verser. Wat leuk hebben we, hoor. Ja. Oh,
rusting hier. Voor jou? Ja, maar gelukkig heel duur. Waar staat de radio dan? Ja, er zit 14.7 op dit moment. Of een Mercedes slipstream is dus dat helpt wel. Het rondje 2090 is wel lekker. Op midden. Nee, eerste stint. Rondje 3 of zoiets. Oh, mijn boy is weg. Ja, zo, mijn banden waren niet te volgen. Houd je Matthijs? Ja, bijna. Dan is je wel snel mee naar de brug toe. Ik haal hem dan boven. Ja, ik zie ineens 4-5-10 erbij komen. Dat is pas van mijn eigen tijd als ik kom. Het is redelijk verspreid over de baan, zo te zien. Beetje van de radertje. Nog steeds 14.
Nog gehoopt dat het iets eerder donker zou worden. Was nou wel dat je 15-4. Dat heb ik eigenlijk al zo meteen dan. Ik ga helemaal 2-10 nu doen. Ik heb wel eens heel veel speling om te sturen. Naar de pitstop. Moet je even kijken. Echt super weird. DualSense, daar heb ik last van. Nou, het is letterlijk onbestuurbaar nu. Dat is wel veel. Nee, het is echt, er zit ineens een dead zone in. Niet normaal. Stuur opnieuw aansluiten? Ja, fuck it. Ja, ik zou wel. Gewoon eens gaan stoppen. Nee. Ik heb er nog wel zin in, hoor. Oh. Oh. De teleurstelling. Ik denk dat hij naar PC is overgeschakeld of zo. Ik weet niet die knop aan gezeten. Nee. Heb je al beide aangesloten? Kan het niet? Ik ga nu zo langzaam, Blastfire komt bijna bij me. Dan sta ik maar stil. Ja, vind ik echt lullig. Maar aan- en uitzetten lijkt te hebben gewerkt, man. Jammer. Ja? Wel 10 seconden verloren op Madboy, maar fuck it. Ja, jammer, ik had denk ik ook dat we van de einde gevecht zouden komen. Ja. Dat was denk ik ook wel gebeurd. Ja, totdat dit. Maar ik vraag me wel af wat nou de fucking deal was, want...
Het is sinds de pitstop en ja, ik zet hem aan en uit en hij doet het gewoon weer perfect. Nog een halve ronde benzine over, dat is mooi. Ik ben blij dan. Dus het gaat 8.7. Ja, ik zit er dus makkelijk. Waar moet ik er langs, Matthijs? Op de brug gaan we. Bijna de vanger bij de brug. Op hem links hier. Ja, ze zijn heel eerst gedraaid. Ik heb net een goed momentje. Snel zijn tijd terugpakken. Ik heb een foutje gemaakt bij tankers. Nu nog een keer naar binnen. Nee. Oh, dat meen je, wat kut. Kan je met wat sparen? Kan je dat niet? Ik mag even recept zien, blijf helemaal links. Ja, klopt. Ik moet 2 rondes, nee, 4 rondes Dankjewel. Ik sta nog even. Ja, ik heb 4 rondes, dat red je niet. Nee. 4. Ah, zuur man. Ik drukte net te vroeg. Nou ja. Ook als ik aan het tanken ben, dan laat ik de hele rechterkant van mijn controller los. Gewoon niet in de buurt van het controller. Ik heb hetzelfde man, ik heb echt hetzelfde. Zolang ik niet dicht bij dat diamantje in de buurt ben, dan zitten mijn vingers niet in de buurt van de knoppen. Het is ook gewoon dat je soms de neiging hebt door te drukken. Ja. Als je de banden geschikt hebt, heb je gelijk door en dan een keer geklikt.
jammer man, ik denk we kunnen nog een toffe battle hebben misschien. Maar... ja, niet halen. Ik was toch aan het brandstof sparen, maar ik wil nog wel houden. Had je met je banden eruit gehaald? Ja, dat was wel gelukt. Wordt wat kouder. Tegen de muur aan. Weg rondje. Ja, Fanatec heeft ons een mooie battle door de neus geboord, Mailboy. Ja. Ja, dan ben ik maar. Ze is een mailstuur. Ja, ik ben boost! Ongeveer een seconde voor je gezeten. Du hast meine battle met Madboy kapot gemacht. Beuzel jongen. Kapot gemacht. Weer de Duitsers. Oh, oh, oh. Ja, Fanatec is Duits, toch? Ja. We hebben het niet gewoest. Ja, die vonden die grap van eerder niet zo leuk van mij, hoor. Hij is even een beetje sociaal, joh. Ja, vind ik ook niet normaal. 5 seconden penalty. Dat doe ik met 3 minuten penalty graag. Op dit moment kan 10 seconden zelfs nog. Ik zit op 12 van tijd. Dan doe je dat al zo goed. Vroeg je hoeveel snelste rond is? Nog wat slag. Oh ja, Matthijs zit in VR, hè? Ja. Ja, was ik even vergeten. 2084 is de snelste rond. Ja, mijn VR-camera zit jongens aan de rest gedraaid. Ik zit niet meer recht bij die auto. Dat is fucking kut. Oh. Moet je een startknop inhouden? Ja, graag proberen, maar dat doe ik niet wel. Nee? Nee. Oh, weird. Het zou gewoon moeten werken, dan reset in de view. Of je moet even bij je headset rechtsonder de knop. Even induwen en dan weer terug sturen. Dan ga ik die level ook niet gaan aanbouwen. Dit wordt een lekker rondje. 2081. Foutje in de laatste sector. Yes. Het is nu gewoon kwalie rondjes te pompen in de hoop Matthijs achter te houden. Mag ik nog harder gaan pompen dan op in de muur staan? Ja. Die seconden op dit ga ik niet meteen rijden in 3 rondjes. Alleen wel kut in mijn Google Sheet om en snelste ronde en eerst een quali 2 kleuren.
Ja, dat is wel vaak aangedaan. Ja. Tot nu toe blij dat het toch niet gebeurd was. Had je vosjes er nog wel eens mee? Ja, dat is volgens mij wel gebeurd volgens. Ja, vergast genoeg dan mij. Ik mis je Miata. Ja, snap ik. Ik heb wel het beste van mijn banden gereden. Nee. Wat rij jij op je banden nu, Matthijs? Dankjewel, Robert. Lunch aan. Rij dan, hè. Rij lager 200. Lager 208. Ik doe dat even niet. Ik had dat in schieten. Ja, precies. Ik ben denk ik wel met zo. Hoe ver zit je van de snelste tijd, Siki? Optimaal een paar duizendste. Kijk op een optimale tijd is. 207. 2078 wel. Wat doen we dan? Ja, we gaan pitten voor nieuwe banden, denk ik. Nee, ik
kant komen. Kijk, staat brandstof daar nog eens? Oké, okay, noem maar patat. Bissen echt niet normaal. Echt spontaan ineens en intens. Oh joh joh. Nou, je hebt echt alle tijd om even te stoppen, te pissen. Nou, wordt het toch nog spannend voor het einde, man. Ga ik droog aankomen? Okay. Of heb ik full wet straks? Ik kan een beetje spanning inbouwen voor de laatste rondes van je YouTube-video. Ik denk toch dat toch een paar druppeltjes in de mini zijn inmiddels. Hé, hey, vallen er druppels, is wat het is. Ja, ga maar vast naar binnen, blijf vuien. Kan die content überhaupt op YouTube geplaatst worden, of wordt het dan een andere website? Let's find out. Nog een keer content voor je OnlyFans account, hè? Zeker. Ja, maar alles is bruikbaar. Ja. Die werklozen, hè, die vinden alles. Precies. Je moet wat. Nu hebben tijd over, jongen, die moeten kijken. Grinden. Rijdt er iemand voor me met schade? Het lijkt heel langzaam te gaan. Nee, ik ga gewoon langzaam. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik dacht dat je schade had. Je kan ook niet zien wie het is, namelijk. Hooguit schade aan het ego. Maar... ook niet eens, hoor. Emotion, no damage! Het mag overwinning bij jou worden, dat je. Wat zei je? Uiteindelijk mag het overwinning bij jou. Ja. Want je moet al heel wat in de muur zetten, maar... Laat je op je rug langs jezelf over. Links. Ja, is goed. Zo is het bijna kwijt. Het is voor mij ook wel de meest stabiele race van het seizoen. Nou, je hebt al amper een paar races meegedaan, man. Ja, volgende week weer PS4 waarschijnlijk, dus dan mogen jullie weer. Dankjewel, Robert. Nou, 0,2 fielden. Hey, gefeliciteerd, de chief. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Kort racen, 55 minuten. Ja. Nou, ik vind het prima zo. Sweet. Oh. Ik zit vooral heel erg heftig met mijn heupen te bewegen, een beetje zodat ik een beetje afleid van die fucking piss die ik de hele tijd voel. Tuck die olifant. Oh man. Ah, de Jato was het helemaal vergeten. Yo, echt. Lekker. Yo. Had je gedacht. Ja, ze wel, omdat ze het steeds op een andere dag doen, hè? Ja, daarom een andere dag, andere tijd. Andere platform ook elke keer. Ja. Andere tijdzone. Ook sinds een andere week. Ik zei toch dat het een haantje zou zijn? Ja. Ook een haantje. Ja, hier andere. Hier de andere keer, maar ook een eentje. Ah ja. Is het niet gewoon een haan die een andere naam heeft? Ah, wel echt zonde, man. Crash in de eerste ronde en daarna dat het stuur uitvalt. Oh, wat kut zeg. Jammer. Echt heel erg jammer. Ik ga heel snel naar de wc, jongens. Veel plezier.